De ene Marcel, Marcel Brands, schudt de hand van de andere Marcel, Marcel Rietsmaier. De jonge middenvelder die afgelopen seizoen nog verhuurd werd aan Cambuur Leeuwarden, tekende op donderdagochtend een contract dat hem tot en met 2018 aan PSV verbindt. Een mooi moment voor de jonge Oostenrijker die gegroeid is in Leeuwarden. Ja, dat is zeker een teken van vertrouwen van PSV, denk ik. Ik heb was ik uitgeleend aan Cambuur en ik denk dat heb ik heel goed ingevuld. En dat is denk ik wel de beloning daarvoor. Ja, wat is het voor jaar geweest het afgelopen jaar bij Cambuur? Ja, eigenlijk een turbulent jaar. In het begin was ik hier, toen speelde ik niet, toen wilde ik weg. En de club werkte mee en niemand verwacht dat dit goed uitpakte. Maar ja, het ging heel goed en dat zie je dan. Het is een jongen die we vrij vroeg uit Oostenrijk hebben gehaald. Zich prima heeft ontwikkeld in de jeugdopleiding. Eigenlijk vrij snel bij het eerste kwam en nog net die laatste stap niet kon maken. Vandaar een jaar verhuurd. Nou, heeft hij denk ik uitstekend gedaan bij Cambuur. Ontwikkeld tot een goede middenvelder, scorend middenvelder. En het traject dat we met meer jongens hebben gedaan, onder andere Jeroen Zoet bijvoorbeeld, is bij hem ook van toepassing geweest. Nou, zijn contract hadden we een optie in staan van een jaar. Nou, ik denk als je het vertrouwen uitspreekt in zijn jongen, dat je het contract moet aanpassen. Dus dat hebben we gedaan. Hij heeft nu voor 4 jaar bijgetekend. Dus we hopen in die tijd een mooie PSV 1 speler van hem te maken. Ja, kun je eens vertellen hoe die beter is geworden, hoe die zich heeft ontwikkeld daar in Leeuwarden? Ja, ik denk dat het belangrijkste is, je kunt een hele hoop technische, tactische facetten noemen, maar ik denk het belangrijkste is dat dit van een jongetje veel meer kerel is geworden. Hij heeft moeten en leren vechten daar in de wedstrijden. Soms ging hij wel eens over de schreef, maar ik bedoel, je kan hem beter even moeten afremmen dan dat je hem echt op moet jagen. En hij heeft aangetoond op dat niveau er bovenuit te steken. Nou, dat zijn denk ik de basisingrediënten voor... om hem terug te halen naar PSV. En dat mag je vanaf 25 juni weer gaan bewijzen. Wat verwacht je van je rol hier in Eindhoven volgend seizoen? Ja, ik loop hier nu anders binnen. Ik heb 33 wedstrijden op mijn rug. Ik ga met vol vertrouwen naar de start van het seizoen. En de voorbereiding ga ik alles erin gooien. Dan hoop ik een basisplaats afdwingen. Het was één bijzondere man hier bij Marcel Brands in zijn kantoor. Mark van Bommel zat hier. Kun je eens vertellen wat hij hier doet en wat hij voor jou betekent? Ja, hij was toen hier, voor 2 jaar was hij ook bij PSV toen ik daar was. En hij heeft me ook heel veel geholpen in mijn jaren. En ik heb heel veel van hem geleerd. En hij is ook zo'n steunpunt voor mij. En ik kan met hem over alles praten. En dat is ook heel leuk voor mij. Hij doet het graag en hij is er volgend seizoen ook. Dus wat een leuk seizoen, denk ik. Ja, het seizoen begint voor PSV met de trainingen eind juni. Wat ga je tot die tijd doen? Ja, ik ben nu nog, tot volgende week ben ik in Leeuwarden. En dan ga ik lekker naar Oostenrijk op vakantie en ga ik me goed voorbereiden op volgend seizoen. Ja, ga je het WK ook nog een beetje volgen? Ja, zeker weten. Dat voor iedere voetballer is dat denk ik zeker wel een mooi moment. Wat verwacht je van het WK? Ja, je hebt natuurlijk de favorieten. Maar ik denk wel dat het een spannend WK wordt. Dus ik ga er met heel veel plezier naar kijken. Ja, en wat verwacht je van je teamgenoten van PSV die waarschijnlijk of wellicht naar Brazilië gaan? Ja, ik hoop voor hun dat ze meegaan. Ik ga hun steunen natuurlijk voor de TV. En dan hoop ik dat ze het goed doen. Ja, dan mag je nog even vertellen wie de wereldkampioen gaat worden. Ik denk Duitsland. Gaan we je eind juni op afrekenen. Dankjewel en succes. Dankjewel.